Yo, ik ben Matty van het kanaal FIFA Philosophy en je kijkt weer naar FIFA Fridays. En voor je het weet zit je alweer in de eerste wedstrijd van deze aflevering tegen het team met veel te veel pace. En met Moyes. Maar deze wedstrijd begint gelijk echt met een fucking random moment. Wat, check dit. Dit kan natuurlijk alleen maar misgaan. Kijk hem staan dan. En bij het schot van Blazikowski moet je echt goed manszoekertje in de gaten blijven houden. Kijk wat hier gebeurt. Destruction. Er gebeurt helemaal niks. Hij scoort gewoon een vrije trap. Ik denk dat dit moment gewoon geluk bracht. Hij leidde gewoon de hele verdediging af. En hij schiet er weer fantastisch in. Weer een vrije trap. Het gaat lekker in deze serie, die vrije trappen, yo. Maar verder was deze wedstrijd ook zeker wel te doen. Want hier uit een corner scoort Naldo. Jee, ik heb corner aids mee, yeah. En even later komt hij zelfs nog een goal van Blazikowski. En Götze scoort in deze wedstrijd ook nog een prima goaltje voor de 4-0. Zulke makkelijke overwinningen zie je niet al te vaak in divisie 1. En het past natuurlijk helemaal in het plaatje dat ik nog een compleet random tegengoal krijg. Waardoor deze wedstrijd op 4-1 komt. En waardoor ik wel ga winnen. En nog 3 wedstrijden heb die ik alle 3 moet winnen. En de eerste van die 3 wedstrijden is tegen dit team. En dit team heet... Ja. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook Joachim Löw als trainer. En dat is natuurlijk de goede Nasty. Sorry dat ik jullie dit aandoe. En hij heeft een random Abate op rechtsback gezet. Oké. Maar ja, ik ga wel in deze wedstrijd op 1-0 achterstand komen. Want hij scoort hier een goal met Gundogan. Helemaal prima. Maar gelukkig kom ik hier door met Blazikowski. En die gaat er 1-1 voor mij maken. En dan lijkt het er heel lang op dat deze wedstrijd uit gaat lopen op niks. Maar een voorzet op Aubameyang. En die kopt hem serieus binnen. 2 tot de motherfucking 1. Heerlijk om die pot dan binnen te slepen in de laatste minuten. En het wordt nog beter, want Mandzukic gaat zelfs de 3-1 maken. En daardoor... win ik weer. Lekker man. Maar dan gaat het er echt om spannen. 2 wedstrijden over. 6 punten te gaan. Divisie 1 titel. Here we come. Dit is mijn tegenstander. Moet toch de... Ah, screw it mate. Ik speel 2-2 en ik red het niet. Maar in de vorige aflevering vroeg ik, moet ik mijn tweede team verkopen? Of moet ik het houden? En niemand zei, hou het maar. Iedereen zei, verkoop het maar. Maar dat... is soms moeilijker dan het lijkt. En met het team wegdoen bedoel ik natuurlijk ook Zeefuik. Ook het einde van Zeefuik heeft genaderd. Nee, natuurlijk niet. Dat was een andere Zeefuik die ik snel gekocht had en even discarden. Ha, Zeefuik, I will never let you in the stake, yo bro. Maar nu heb ik natuurlijk wel coins, want het hele team is verkocht. En daarvan koop ik... Lewandowski. 28.000 coins. Volgens mij kost hij veel te veel voor wat hij kan. Maar wij gaan het zien. De komende wedstrijd tegen dit team. En dit is toch wel een lekkere binnenkomen voor Lewandowski, joh. Want je ziet hier de 1-0 van hem binnen een paar minuten. Maar helaas komt mijn tegenstander 1 keer door. En dan, ja, een 1-op-1 kans. Die gaat hij natuurlijk niet missen. Het wordt 1-1. Maar gelukkig, ik had hier een beetje geluk bij de schot. Gundogan, oh, die zit er dan toch wel prima in of via de paal. Maar de eet slaat random toe. Ik zweer het je, ouwe. Hij geeft hier een voorzet en oude fucking nowhere kopt Rooney hier binnen. En vervolgens zet hij een lompe dribbel en uiteindelijk vliegt deze er ook nog in. En wat denk je? Ik verlies de wedstrijd. Ik begin weer zo fucked up aan divisie 1. Maar dit was echt ziek onterecht. Zelfs mijn tegenstander stuurt me hier een berichtje met hahaha. Met de ondertoon van fuck jou. Ik heb lekker gewonnen. Ook al is het onterecht. Maar we spelen met hetzelfde team gelijk. Ja, we hebben eigenlijk geen eens een ander team. We hebben geen ander team. Tegen dit team. En dit ziet er sick uit. Ja, sick. Ja, Ibrahimovic is gewoon fucking duur. En dit is wat gelijk in deze wedstrijd alweer gebeurt. Ja. Ik sta 1-0 achter. Maar gelukkig heb ik daarna weer een aanval. En ik maak die 1-1 gelukkig weer direct al. Dat is chill. Kunnen we dan gelukkig nog wel in deze wedstrijd de winst eruit slepen? Het antwoord lijkt nee. Want Cavani scoort hier. En dan lijkt het erop dat we deze divisie ziek slecht gaan beginnen. Maar. Hier is dan een kopbal van Aubameyang. Oh nee, het is Gundogan. Maar hij zit er in ieder geval in. 2-2. En je gelooft het niet. Uit de klutsende AIDS-klutkloner. Uiteindelijk op de kop van Lewandowski. Die de 3 tot de motherfucking 2 inschiet. Waardoor ik
gelukkig nog wel die 3 punten pakken. En nu op 1 winst, 1 verlies sta. Maar dat kunnen jullie ook zien met jullie oogjes. Nou ja, dat was de video dan alweer. Bedankt voor het kijken. En als je het leuk vindt, like de video. Tot de volgende keer. Wauw, door mijn broertje heb ik nu echt een epische outro. Maar hij wordt nog vetter. Mooiste. In ieder geval, thanks voor het kijken. En tot volgende week. Later.